is 1944 en al vier lange jaren zucht Nederland en dus ook Oosterwijk onder de tirannie van de Duitse bezetter. Duitsland wird nicht gehen. Wir werden es erben, aber Deutschland muss leben. Jetzt und wieder. Op 6 juni landen de geallieerde troepen in Frankrijk. Via de illegale zender Radio Oranje meldt Londen op 5 september dat deze troepen vanuit België de Nederlandse grens zijn overgestoken. En van weerzien zijn, wij zijn trots en vol moed, want het volk van Nederland houdt zijn voet, de kleine Holland weer. De mensen zijn blij. Het volk danst en de Nederlandse vlag wappert in de straten. Een aantal Duitsers en NSB'ers staan in paniek op de vlucht. Maar helaas, het blijkt loos alarm. Het geloof in een spoedige bevrijding vervliegt snel. De dagen van wachten worden weken. Tot op 16 september Oosterwijk werd opgeschrikt door een groot aantal oorverdovende knallen. Britse tyfoonvliegtuigen bombarderen een Duitse munitietrein die geparkeerd staat tussen het station en de overweg naar Haren. Een ooggetuigenverslag. Op een gegeven moment kwamen er een stuk of vier van die spitsvaaiers over. Die kende ik toen nog niet. Maar er waren in ieder geval grote vliegtuigen volgens mij. Ja, die vlogen daar 100 meter boven die trein. En die schoten eerst een mitrailleursnest daar op het industrietrein, waar nou het industrietrein is, schoten ze in elkaar, dus die Duitse vluchten weg. En toen begonnen ze aan die trein en op een gegeven moment hadden ze ene wagon geraakt en die klapten in elkaar, de dak eraf. En dan riepen ze, manneke, kom eens vlug naar binnen. Ja, en dat was een zekere Vergiel of zo die mij binnen riep. En toen ben ik in het huisje gegaan. En daar stond naast Pazo-fabriek, dat was een schoenfabriek. En toen ben ik in een keltje te gaan zitten. Met die meneer en die vrouw en met die kinderen. Twee kinderen hadden ze. Nou, en het werd er zo heet. En elke keer hoorden ze een wagon uit elkaar klappen. En ik zat er met mijn handen voor mijn gezicht. Zat ik maar te wachten tot het afgelopen was. Maar ja, het werd zo heet en ik keek even om. En toen waren die twee mensen met die kinderen al weg. Dus ik ben er ook maar uitgegaan, na 2 uur in die kelder hebben gezeten. En ik was net buiten, toen liep ik in een kippenkooi. En die man had waarschijnlijk vogels. En daar liep ik eigenlijk vast. En met dat ik erin liep, klapte weer zo'n wagon. En toen viel heel een keer, heel het dak zo, voor die kippenkooi. Dus daar kon ik er niet meer uit. Gelukkig kon Jan van Roesel zich uitgraven en kwam uiteindelijk veilig thuis. Enkele mensen raakten gewond. Maar wonder boven wonder vallen er geen doden. De ravage is onvoorstelbaar groot. Jan van Roesel. Nou, daar lag hartstikke vol granaten. Heel die bomen waren verbrand. Alle daken waren er ongeveer af. Moet er niet meer vragen van druk dat erop heeft gezeten. Maar daar is me heel mijn leven blij gebleven. De spoorrails zijn over tientallen meters verwrongen. Honderden niet ontplofte granaten uit de munitietrein liggen overal verspreid. Van de restanten van de munitietrein maakte Oosterwijker Nicolaas Müller-Jabusch in 1989 een monument. De bedoeling van dit monument is om te laten zien aan de mensheid en het nageslacht wat oorlog betekent en wat voor een uitwerking dat het heeft. Een dag later voltrekt zich een indrukwekkend schouwspel boven Oosterwijk. Een enorme vloot van meer dan 6000 vliegtuigen komt overgevlogen richting Nijmegen en Arnhem. The 17th of September 1944. Over 20,000 elite airborne troops are unleashed into the skies above Nazi-occupied Holland. Against impossible odds. They must capture vital bridges and pave the way for a lightning strike into Germany.
Oosterwijk krijgt weer nieuwe hoop. Op een snel einde van de bezetting als op 18 september de geallieerden in het zuiden zijn doorgestoten tot Eindhoven. Dat is maar zo'n goede 30 kilometer van Oosterwijk verwijderd. Opnieuw volgen er spannende dagen. Maar de bevrijding blijft uit. De Duitsers graven zich in rond Oosterwijk. Het blijkt nog een maand te duren. En wij hadden ze geweldig naartoe geleefd naar die bevrijding natuurlijk. Hè? Ja. Want dat zagen we aankomen, dat weet u. Hè? De invasie in Frankrijk en zo geleidelijk kwamen ze hierheen. Hm. En wij hebben met ongeduld zitten wachten toen in september Eindhoven bevrijd was. En wij nog niet natuurlijk. Toen duurde dat, nou het leek wel jarenlang, hè? Tot de 26 oktober dat wij aan de beurt waren. Ja. Het is inmiddels woensdag 25 oktober, een zonnige herfstdag. Een paar Duitse soldaten klimmen in de toren van de Petruskerk en installeren er hun mitrailleurs. De kerk wordt een observatiepost. Plots klinkt het door de straten. Geallieerde tanks op de Moergestelse weg. Dat gaat als een elektrische schok door het dorp. Deuren vliegen open, de jongens rennen in die richting. Een dik uur later volgt een eerste vuurgevecht aan de Baardijk en bij de Rode Brug over de Voorse Stroom. Groepjes Engelsen sluipen langs de huizen. Rond 4:30 in de middag vinden felle gevechten plaats in het dorp. Granaten beuken op de muren van de Petruskerk. De schotten zijn ingezeind en openen het vuur op de balustrade van de toren. Inmiddels is ook zwaar materieel ingezet. Het zijn angstige momenten voor de bewoners aan het kerkplein en de kerkstraat. Ja, met de bevrijding zijn er denk ik zo'n toch ongeveer een kleine 20 mensen gesneuveld. Hè? In de omgeving van de Hoogstraat en de Tilburgseweg. De kerkstraat hier, meneer Biemans hebben we genoemd. Hè? Meneer Biemans die was zo toegeleefd naar die bevrijding. Die was ook geweldig anti-Duits, zoals veel mensen in die tijd waren. En we werden bevrijd en hij loopt naar buiten om het te gaan vertellen bij de overbuurman, bij de bakker. En hij wordt getroffen door een granaat. En hij valt dood neer. De geallieerde militairen rukken langzaam op. Het geweer in de aanslag. Haast om de 2 meter wordt halt gehouden. Rondgekeken en bij het minste geringste duiken ze achter bomen. Uiteindelijk bedaart het vuren. De rust lijkt teruggekeerd. De Oosterwijkers halen opgelucht adem. Oh, dat was fantastisch. Dat was een fantastische beleving. Ik moet zeggen dat ik het laatste jaar ben ik bij een van de fraters ben ik nog op privélessen geweest voor Engels. Omdat we toeleefden naar de komende bevrijding. En toen werden we bevrijd. En ik zag, dus in levende lijven zag ik Engelse militairen. En ik kon ermee praten. En het was een wonder, leek wel. Het was een fantastische beleving was dat. Uit de schuilkelders gekomen, ziet men de enorme vernielingen. De Duitsers lijken vertrokken. Er sneuvelen 17 Duitse soldaten en 8 geallieerden. En er zijn talloze gewonden. Er heerst afwisselend vreugde en angst. Vreugde om die jongensachtige kerels met hun zwierige baretten. Angst voor steeds opnieuw oplaaiende gevechten. De Schotten hebben na zware strijd en beschietingen Oosterwijk bevrijd. De Seaford Highlanders gaan hier via de Kuil de spoorlijn over om het gebied van het gasthuis en de fabrieken van de vijand te zuiveren. Tanks van de Scots Guards op de Tilburgse weg in Oosterwijk, ter hoogte van waar nu de garage van de Avio is, rijdend in de richting Tilburg. Ja, ik heb de tanks aan zien komen. Hè. Ik stond bijvoorbeeld hier in de Bokse Baan, stonden wij gewoon te voetballen, terwijl de Engelsen hier 4 toren van de kerk afschoten. Stonden wij nog gewoon te voetballen, op de straat. Nou, toen hebben de tanks binnen zien komen. En het eerste wat ik zag, witte brood op die tank liggen. En die soldaat die gooide een brood naar mij toe. Een wit brood. Die dacht, ik stierf van de honger, maar dat was het niet.
Maar ik heb die tanks binnen zien komen. En ja, alles met elkaar vond ik het nog gezellig ook, die oorlog. Want je recht allemaal die soldaten en geleerd een beetje Engels praten. En ik heb bewaarswijk in de keuken staan bij die soldaten. En dan scheppen, weet je wel, een beetje van dit en een beetje van dat. En er waren zo'n 100 soldaten waar ze in kookten. En mijn Bart Puts achter had een heel grote garage. Daar stond de keuken in. Vrijdag 27 oktober. Het geroep van de Oosterwijkers zwelt aan. Leven de Tommies en leven de koningin, klinkt het. In de straten wapperen Nederlandse vlaggen. Eindelijk dringt het door. We zijn bevrijd. Iedereen haalt opgelucht adem. Er wordt weer gedanst en gelachen. Een prachtige periode breekt aan. Een periode van wederopbouw. Van plezier. Ook voor de Oosterwijkse meisjes. Dansen op de lint. Onder de lichtmast. En Jan Merkelbach, die zorgde voor versterkers. En er werd muziek gemaakt en er werd gedansen. En bij het Wapen van Oosterwijk was dat toen. En in het verenigingsgebouwtje aan het kerkplein werden bals georganiseerd. Daar mochten alleen vrouwen binnen en niet de mannen. Ja, dat was feest voor de Grieten natuurlijk. Dat was echt feest. Ik ken een vrouwtje die was een aantal verkeer met zo'n schot. Ja, en door vele meisjes met de Schotten en met de Canadezen gevreden. Of dat ze graag deden, dat zal wel denk ik. Hè. Die kregen chocolade mee naar huis, chocolade mee naar huis en sigaretten mee naar huis. Voor de mannen of voor de verloofden, of ze waren single, dat kon ook al natuurlijk. Ja. En veel verkering uitgeraakt, ja. Oosterwijk werd bevrijd op 26 oktober 1944, 70 jaar geleden. Dit bevrijdingsconcert, georganiseerd door Harmonie Asterius, showband Paxandria en Oosterwijk in Beeld, is bedoeld om even stil te staan bij alles wat de inwoners in die donkere dagen hebben doorstaan. En om vandaag nog de vreugde te voelen die de Oosterwijkers voelden op die 25e en 26e oktober 1944.